Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik ben vandaag weer ergens in het land. Nou, misschien dat jullie hier achteraf kunnen zien. In ieder geval heel veel hoop brandweervoertuigen. Ik ben hier vandaag op de veiligheidsdag van de regio, van de gemeente Houten en de politie Houten. En natuurlijk alle diensten die daarbij ondersteunen. Dus ik ga even een rondleiding geven. Ik ga je daar even vragen wat ze doen. En even laten zien welke diensten allemaal bij betrokken zijn. Wil je jullie toevallig ook wat vertellen wat er met het ding gebeurt? Ik ga nu eventjes, we gaan de hoogte in, dan gaan we even mooie beelden schieten denk ik. Maar dit ding wordt normaal gebruikt om brand te blussen. Brand te blussen, afhijzingen. Afhijzingen? Afhijzingen, patiënten. Oh, sorry. Oké, cool. Ga eens even kijken hoe dat moet. We gaan nu in ieder geval de lucht in. Ik hoor net dat het 24 meter hoog is. Het is gewoon een mooie overzichtsfoto maken. Ik ben even plaatjes schieten. Ik zie dat de brand weer allemaal. Dan zeg ik bijvoorbeeld, moet je iets lager, anders kan ik niet zien. Waar zijn we? Nou, we zijn bij de open dag van de brandweer. Ja. En wat vind je ervan? Ja, cool. Wat heb je allemaal gezien? Weet je, meneer heeft me net uitgelegd. Ja. Hoe ze een trein openknippen. Dat is hier geloof ik, hè? Ja. Dat is eigenlijk de brandweer dan voor het spoor misschien wel. Ja. Kijk, hoe dat klinkt. Maar wat wil je nog zien zometeen? Nou, kijk, zometeen wil ik iets zien. Daar ben ik eigenlijk nog even over na aan het denken. Wat moet je zo terecht bij de politie komen? Heb je achter de politie dingen of een politiemotor en auto's of ben je al geweest? Nou, daar ben ik nog niet geweest. Nou, ik zou zeggen, doe het, aanraden. Ze gaan zo een show geven, geloof ik. Gaan ze een auto in de fik steken. Oh. Hey, leuk dat je er bent, Ivo. En bedankt dat je even wat wil zeggen in de vlog. Ja. Doei. Ja, weet je, wat hebben we hier? Wat is dit? Nou, dit is pro-rel incidentenbestrijding. Hè? Ja? En wat wij doen, wij zijn eigenlijk bij ongevallen met het spoor waar de trein bij betrokken is. Dan komen wij in instantie bij redding en bestrijding komen wij de brandweer helpen. Ja? We zijn op zoek naar de Martijn is drie jaar, karen en spruiters. Blauw jasje, blauw shirtje. Nou, als zeg maar het kapje klaar is met bergen of met het redden en het wordt een bergingsgebeuren, dan overleggen wij vaak met de politie, met FO, over de EP. Wat heb je van ons nodig? Verlichting voor onderzoek en dat soort dingen. Nou, daar hebben we daar een hele speciale hoek voor ingericht. Met deze unit trekken we wit overal het jaar, masker op. Maken we de voorkant van de trein schoon als we toestemming krijgen van de FO. Dan kan die trein kan en dan weer. Ik ken het wel een beetje, maar dan moet ik, dat is eigenlijk bloed toch vaak? Dat is wel eens met bloed en zo, ja, denk ik. Als er iemand voor de trein gesprongen is, of door een ongeluk of bewust, dan maken we de voorkant van de trein schoon. Over een half uur zijn de volgende demonstraties. In plaats van mijn tuin slaan. Dat werkt wel makkelijker, denk ik. Dat gaat best wel heftig. Ja, en een spuit. Zo, ik zie dat jij BV bent. Wat houdt het in? Bevelvoerder. Bevelvoerder, ook cool. Dus jij mag een beetje bepalen wat we straks gaan doen? Ja, zo ongeveer. Hé, hey, ik heb begrepen dat jullie een demonstratie gaan geven? Ja, klopt. Aan de achterkant gaan we een demonstratie geven met een autobrand. Ja? Met een slachtoffer. Cool. Dus dan kunnen we even kijken hoe dat in zijn werk gaat. Ja, precies. Hé, hey, mag ik jou dan deze GoPro geven om beelden te maken van dat incident? Tuurlijk. Of incident van die demonstratie? Van de demonstratie. Dan ga ik van de zijlijn een beetje mee filmen. Komt goed. Cool, leuk man. Leuk dat mag ik kijken. We zijn hier achteraf even bezig met de voorbespreking. Taakverdeling en wat spullen geloof ik ze mee moeten nemen. En dan gaan we eens even kijken hoe ze dat allemaal gaan doen. Ja.
Oké, okay, lagere kreeg maken met verdeelstek. 1 en 2 meter verkenning. Hallo, is er iemand bekend? Hallo? Stop maar even, stop maar even. Alleen speciaal voor deze demonstratie heb ik hier wel echt genoeg. Hallo? De kans met name te plaatsen. Kwalificatie kaartenbrand ook. Dat is een afschermen. Oké, dan rijden we ook op de plan. Ik zie inderdaad, dit is voor de publiek aankaart. Rechtsom jongens. Aan de rechterkant gaan we afschermen zodat de slachtoffer. Ja. Met schermen, hè? Niet gebonden. Okay, wij gaan de slachtoffer eruit halen. Jullie gaan ons afschermen. Water erop. Laat blijven, maat! Eén en twee. Jullie gaan naar deze kant afschermen dat hij niet kan overslaan. Hij mag niet overslaan uit het huisje. Slag gaat nummer 7. Ja, tweede straal lager, kreeg maken één lengte. Van de rechterkant. Oké, 1, 2, 3, 4, afblussen! Naam verkennen. Brand. Daar heeft in de motor gebrand. Ja. En er was één slachtoffer hieronder. Hey, ik weet niet of we het verstaan met de herrie, maar hoe ging het? Ja, ging goed. Ja, ging het goed? Redelijk snel afgehandeld. Ja? Oké. Okay. En nu zit het erop? Precies. Ja, opruimen zie ik. Opruimen, ja, zijn we bijna mee klaar. En dan kunnen we rust houden. Maar jij hoeft niet op te ruimen? Nee, ik niet. Voordeel van de bevelvoerder. Hey, dankjewel. Ja? Ik weet niet wat met die slag. Nou staat hier aan. Nou, shout naar Daan de Banaan. En wie is dat? Dat is een YouTuber. Die bij ons in het team. Oh, dus als ik hem tag erin kan, dit vinden. Ja. Oké, okay, gaan we even op zoek. Daan, met drie lippen. Dus en daarna komt er nog. Ik moet even wat opzoeken, geloof ik. Dit is dat het vuur eraf is.